In deze aflevering van The Punch praten we met de K1-legendes over het imago van kickboksen in Nederland. Hoe was het vroeger en hoe staan we ervoor anno 2018? Blijf kijken, want dit is The Punch. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van The Punch, waarin we vandaag centraal hebben het imago van kickboksen in Nederland. Nou, we hebben natuurlijk weer onze drie K1-legendes hier in de studio. En als de host Peter Aerts en Sam Schild. Heren, welkom. Het imago. Laten we even lekker beginnen bij de jaren 70, zeg maar, toen kickboksen toch nog wel in een, toch wel een klein verdomhoekje zat. Zeer onbekende sport, maar werd ook omringd door... Ja, toch wel een hele negatieve vorm. Wat heb je toen zelf meegemaakt? De jaren 70 was nog niet zo'n probleem. In de jaren 80 kreeg je bijvoorbeeld... Het eerste wat ik mij kan herinneren is dat Nederland en Suriname hadden een slechte band op dat moment. Die hadden decembermoorden gehad. De ambassadeur van Suriname in Nederland heette Henk Herrenberg. Die ging naar het Kwaku voetbalfestival en hij liet zich, die man had een slechte naam, of een dubieuze naam, en hij liet zich omringen door, hij liet zich beveiligen door kickboxers. Dat werd zo genoemd in de media? Dat werd zo genoemd en dat was gewoon negatief. Ja. Ik denk een jaar of anderhalf jaar later werd André Brilleman vermoord. André was op dat moment een van de beste vechters in Nederland. Nou, die werd in een vat beton gestort, in elkaar geklapt, werd die teruggevonden. Nadat hij een paar weken vermist was. Nou, dat was hartstikke negatief. En in de jaren daarop bleef het gewoon doorgaan met vechters die over de schreef gingen. Op een gegeven moment had je een Appie A. Die... bij een Albert Heijn een aantal mensen had doodgeschoten. Ja. Ik geloof bij een roof of zo. Ik weet niet meer precies hoe dat in elkaar zat. Dat was de kickbokser. Nou, niemand in de kickbokswereld had van Appie A gehoord. Nee. Maar iedereen had wel iets van, oh, dat is een kickbokser. Als je dan op als je experts hoorde praten op de radio. Ik heb dat gewoon echt gehoord van... En dan gingen ze vragen, wie is Appie A? En dan zeiden ze ook van, ja, dat had je verwacht. Het is een kickbokser. Dat werd zo genoemd. Ja. Stereotypen van tevoren en vanuitgaan dat alle kickboxers agressieve mensen waren omdat ze in de ring... Die dat soort dingen doen. Ja. Nou ja, dus dat heeft heel lang dat zo doorgecijpeld. Ja. En... Zo grappig, jij raakt letterlijk een beetje geïrriteerd, zeg maar, dit bericht wat te zien. Dat die kickboxer doodgeschoten. Nou ja, kijk, kickboxer, ik ken hem niet. Nou is het zo dat ik ook niet iedereen meer ken. Maar als hij echt een hele grote jongen is in de kickboxwereld. Jij kent hem wel? Nee, ik ken hem niet. Nee, dat bedoel ik. Ken jij hem wel, Sim? Sim kennen wij zijn gewoon allemaal jongens gewoon uit het veld. Ja. En wij kennen hem niet. Nee. En dan wordt dat zo gebracht van, kickboksen. Hij zal best gekickboksen hebben. Hij zal misschien ook wel A-klasse zijn. En hij zal best wel goed zijn geweest. Maar hij wordt nu gewoon als een kickbokser neergezet. Ja. Maar hij is niet doodgeschoten. Hij is niet doodgeschoten omdat hij een kickbokser was. Nee. Weet je wel? Nee. Dus dat is wel jammer. Ja, het wordt zo groot gemaakt. En als ze wat goeds doen, dat ik een lintje heb gekregen van koningin Beatrix. Dat heeft nooit in het nieuws. Want dat is niet leuk. Dus dat is dan toch weer de pers die daar dan niet altijd even zorgvuldig mee omgaat. En alleen maar... Nee, ze noemen dat persvrijheid, hè? Ja. Dat is waar. Dus ze mogen zelf kiezen wat ze ervoor zetten. Nee, goed. Ja, maar nu zit het wel in het licht, vind ik persoonlijk wel. Jawel. Ja, laten we hopen dat mensen het ook op die manier omarmen. En zeker de pers natuurlijk ook. Ja. In dat opzicht merk je natuurlijk toch nog wel dat je toch altijd aan het opboksen bent. Letterlijk. Tegen het stereotype. Maar goed, kijk, je kan heel negatief denken. Maar ik denk zeker als je iemand als Rico in de reclame ziet zitten. Wat in onze toptijd absoluut niet mogelijk was geweest. In Nederland. In Nederland, ja. dan gaat het natuurlijk wel goed. Ja. Dat gaat een stuk beter. En we krijgen steeds een betere naam. In de sportscholen zitten gewoon vol. Als ik de zaktrainingen op de sportschool waar ik train zie, hoeveel vrouwen daar trainen.
Nou, dat kon je je vroeger gewoon niet voorstellen. En ook ouderen, dat is ook wel mooi. Mensen van onze eigen leeftijd, die willen ook allemaal kickboksen. Want die komen uit die generatie. Ja, klopt. Vanaf het eigenlijk heel slecht was en die zien nu gewoon in van... Hey, ik heb eigenlijk altijd wel een keer willen kickboksen. Of ik heb altijd een keer willen boksen. 73. Ik kwam bij mijn trainer op de zak. Geweldig. Punching Grand. Dat is wel zo moe, man. Dat meen je dat. 10 minuten. Ja, ja. Ja. Ja, dat is een mooi gegeven dus. Het wordt steeds meer dus mainstream. Het is ook super, hè, omdat je met je hersenactiviteit, hè, met links, rechts, je moet constant moet nadenken. Ja. En dat is ook iets wat kickbox echt heeft als voordeel, vind ik. Ja. Ik heb iemand van Parkinson, heb ik laatst kickbox op boxles gegeven, weet je. Over die mensen is dat allemaal denken, stoot dit. Zo leuk om te doen, vind ik ook allemaal. Uiteindelijk kan dat natuurlijk het hoge entertainment gehalte hebben voor mensen om dus die drempel over te komen, om juist met die pads bezig te zijn en wat meer met het hele lichaam in plaats van alleen maar... Ja, mensen gaan steeds meer beseffen dat kickboksen niet alleen maar stom slaan en schoppen is op elkaar. Nee. En dat je het op verschillende manieren kan doen. Want je hoeft niet de ring in. Je hoeft niet te sparren. Ik bedoel, er is nu zoveel aanbod. Nee. Ook wat lessen betreft, wat ik al zeg, zachttrainingen of alleen maar op de pads trainen. Er is gewoon heel veel meer mogelijk. Ja. En ja, goed, jongeren en zeker jongens, die willen heel graag sparren, die willen heel graag vechten. Maar niet iedereen wil dat. En het is nou een beetje voor elk wat wils. Dat is natuurlijk uiteindelijk wel een hele mooie tendens, dat je natuurlijk nu ziet dat het veel meer mainstream wordt. Je ziet ook dat de tv-zenders zich daar meer tijd voor... Het is eigenlijk pas van de laatste jaren dat we steeds positiever in beeld komen. Ja. En dat we ook gevolgd werden natuurlijk in 98... ging Panorama mee. Mooi stuk van Peter in de Panorama. 99 won ik de K1. Was de tv mee met Peter. Peter verloor, maar ik won gelukkig. Waardoor er wat positieve nieuws over het kickboksen kwam. Daarna zijn ze ons meer gaan volgen. Ja. En ik denk vanaf dat moment is het beter gegaan. Nou, en als je nu gewoon bekijkt... Dat Rico, we worden nog niet uitgenodigd voor de sportmanverkiezingen. Maar Rico mocht wel de prijs uitreiken voor de winnaar. Ja. Maar ja, dat was ongehoord daarvoor. Ja, want dus... eigenlijk is het raar als jullie zeg maar, dat de dingen zoals in het verleden hebben gehaald. Jullie hadden op zijn minst zeg maar, ook zo'n titel moeten binnenslepen, sportman van het jaar. Maar of in ieder geval... minimaal genomineerd moeten worden. Ja, daar moeten zitten gewoon. Ja. Maar ik ben 3 keer sportman van Drenthe geweest. Ja, daar kan je in mijn achterhoofd doen, maar dat is wel, weet dat. Nou ja. In plaats van in de Randstad, beginnen ze gewoon in Drenthe met het erkennen van de kickboksport. Ja. In 2006 is met mij RTV Drenthe is toen meegeweest. Ook om alles te filmen. En dat is ook een hele mooie reportagestag geworden. Maar dat is lokaal. Dat is provinciaal. Ja, lokaal. Maar mede daardoor ben ik wel bij toen nog Prins Willem-Alexander en Maxima op een diner geweest. Ja. Hè, waarbij 30 Nederlanders die dan uitblinken in wat zij doen, daar aanwezig zijn. Dus ik denk dat door het begin, hè, door de Panorama en door Milena de La Haye is het toch het balletje gaan rollen. Ja. En in 2006, weet dat, toen ik erbij kwam, hè, in 2005 toen ik erbij kwam, toen is het toch nog meer... in een positievere sfeer komen. En kijk, natuurlijk plukt Rico daar nu de vruchten van. Ja, maar liggen ook onder de loep, hè. Kijk, als bij ons een keer iets gebeurt... Ja. Bij kickboksen meteen, dingen. Bij voetballen, politie. Als er geen politie bij is, valt het dood. Laten we zien. Bij ons een keer kickboksen iets gebeurt. Ja. Dat is meteen de kant ervan. Ja, maar ook dat is wel minder geworden. Dat is toch wel positiever geworden. Kijk, nogmaals, als Rico uitgenodigd wordt... Ik bedoel, het zal een kwestie van tijd zijn dat er een kickbokser genomineerd wordt. Dat weet ik zeker. Nu was ook weer, hè, met Koningsdag was in Groningen, was ook Charel de Jong. Die is dan op de World Games geweest met kickboksen. Die is daar eerste geworden. Die stond ook een demonstratie te geven terwijl Koning dan Willem-Alexander en Maxima langslopen. Dus ja. Het wordt steeds meer geaccepteerd. Alleen wat mij dan af en toe dan een beetje, wat ik dan een beetje jammer vind, is dat in reclames, je ziet overal komt het een beetje het boksen voor, maar niet echt met kickboksers. Nee. Nee, maar Rico komt nu wel in reclames, dus wat dat betreft dat het imago slecht was. En dat imago is nu gewoon aan het ombuigen, dus dat is gewoon goed. Ja. Het vechtsport heeft zoveel mentale input, mentale kracht.
Dat is altijd is dat een beetje ondergeschoven geweest. Was altijd werd het afgedaan als agressiviteit. Ja. En maar nu weet je gewoon dat er gewoon meerdere lagen zijn. En dat vechtsport is gewoon ja, zo goed voor het zelfvertrouwen, voor je zelfbeeld. Hey, en zeg maar de huidige zwaargewichten league, zeg maar. Ja, daar gaan we weer. Het wordt vaak wordt het ook gevraagd natuurlijk aan jullie. Wat vinden jullie van de huidige zwaargewichten league wereldwijd? Zeg maar? Nou kijk, ik ben net ietsje later als deze man gekomen. Dus ik was al iets serieuzer. En ik denk dat de huidige generatie nog serieuzer is erin. Dat er nog meer andere trainingsvormen gebruikt worden. Waarbij nog beter explosiviteit wordt getraind. Waar nog ergens nog beter al die accenten eigenlijk worden getraind. Die we vroeger gewoon trainen kregen. Yeah. Door gewoon te doen. En nu hebben ze oefenvormen hebben ze nou, waarin je dat echt heel specifiek aan het trainen bent. Ja. Dus die jongens zijn wel serieus daarin. Dat vind ik niet. Nee? Jij bent van het oude wetsen? Ik vind dat wij vroeger veel harder trainen dan serieus nu. Meen ik 100%. Ja, echt? Meen ik 100%. Ja, dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik ook wel. Veel harder tegenwoordig. Niet allemaal hoor. Ik zeg niet allemaal. Er zijn echt goede jongens bij. Maar merendeel vind ik gewoon lui. Ja? Echt jongens met talent. Die gewoon te lui zijn dat ze doen. Vind ik zonde. Die gooien gewoon zijn dingen. Kijk, ik ben ook wel de... Maar ik heb altijd getraind. Ik trainde altijd. Je was er altijd? Steeds. Altijd. Moest je 's morgens dronken aankomen, op de sportschool was ik. Het alcohol zweet je eruit, maar je stond er. Maakt niet uit. Was ik helemaal benauwd als ik dat bekijk. Wat ik zelf vind is dat... Ik hou ervan om het te vergelijken met het boksen. Ja. In het boksen had je, zeg maar, als je die tijd van dat Muhammad Ali opkwam, bekijkt. Nou, dat had je op een gegeven moment Joe Frazier, George Foreman, Kenny Norton. Je had gewoon een aantal hele sterke vechters. En dat is best wel een tijd zo gebleven. Toen Ali stopte, of toen hij minder werd, dat was zeg maar rond eind jaren 70. Tussen eind jaren 70 en half jaren 80, toen Mike Tyson kwam, was er gewoon een leegte. Ja. Was er gewoon niet zoveel. En toen kwam Tyson... En toen begon het weer echt te leven. Nou, en ik heb het idee dat we in zo'n leegte zitten. Maar wij hadden het platform ook, de K1, dat was ook waar iedereen bij wilde. Ja. En nu is het een beetje, nu zijn er meer organisaties en nu gaat het een beetje versplinterd worden. De ene mag niet bij de ander. En dat was natuurlijk van Ishii was natuurlijk zo. Van hij wou alle beste wat we bij elkaar hebben. Ben ik helemaal met je eens, maar ik zie gewoon, dat zeg ik, ik zie de Tyson, die zie ik gewoon niet. Rico is niet de Tyson, vind ik. Ja. Vind ik persoonlijk. Weet je wel, je ziet gewoon, het is gewoon niet iemand die echt zo boven iedereen, die iedereen ondersteboven slaat. Of die, weet je wel, of een paar van die vechters. Die, maar hij doet het wel nu, op dit moment. Ja, maar Alleen het wordt een beetje uitgezocht, heb ik het idee, dat het een beetje te veel uitgezocht wordt. Weet je, Rico is nu wel de beste. Rico is nu gewoon de beste. Ja. Rico is nu gewoon de beste. Hij traint hard, hij pakt hem goed op. Ik heb het gevoel dat... Dat de concurrentie het gewoon niet zo... Het laat afweten. Ja, het laat afweten. Het wordt tijd voor een hele goede, sterke, dominante vechter tegenover Rico. Ik denk dat er een grote organisatie moet staan die alleen die zwaarwicht. Kijk, Glory is ook een beetje politiek. Die kunnen nu ook iedereen laten vechten. Kijk, die pakken alleen die ze hun willen. Nou, maar Peter, in de hele wereld zijn er gewoon niet zo heel veel goede zwaargewichtvechters. Dat zo simpel is dat gewoon. Ja. Zo ontzettend veel zijn er niet. Nee, er zijn er niet zoveel, Sim. Er zijn niet. Je kan gewoon. Er zijn gewoon niet. Kijk, bij het boksen is het gewoon zo. Dan de beste vechters die vechten gewoon tegen elkaar. Zo simpel is dat. Bij kickboksen heb je Glory, je hebt Infusion, je hebt weet ik veel. Je hebt zoveel verschillende. Ja. Verschillende organisaties en die hebben een paar vechters en die hebben een paar vechters en die hebben een paar vechters, waardoor je nooit alle vechters, alle beste vechters bij elkaar krijgt. Ja. En dat is gewoon wel een beetje een probleem. Weet je wel, want de jongens die bij WFL vechten, die vechten dan weer niet bij Glory of zo. Of misschien, ja, misschien weer wel, maar misschien ook niet, weet je. Dus het is allemaal een beetje afgeschermd van elkaar. Dus dat is volgens mij, dat is gewoon wel een probleem. Er moet een organisatie komen die alleen de beste pakt. Ja, als we nu kijken ja, naar... Maar luister, net als Glory kan niet iedereen vechten. Nee. Dus nee, want nu met de Final 8 bij WFL heb je natuurlijk ook een paar zwaardere jongens. Ja. Die ook wat veel talent hebben. Ja. En misschien wel straks naar die next level kunnen. Zeker. Hoe kijken jullie daar tegenop, zeg maar? Nou, die vechters die bij WFL vechten gewoon echt leuke jongens. Ja, gewoon leuke vechters waarvan ik denk van nou... Nou, die kunnen wel de stap maken om tegen Rico te gaan vechten. Nee. Misschien niet meteen, maar wel, maar zeker op termijn. Alleen,
gaan ze ook tegen Rico vechten? Ja. Krijgen ze die kansen ook, weet je wel? Dat zijn gewoon de dingen. Die politiek nu is gewoon veranderd. Ik bedoel, het is gewoon niet zo dat... Dat de kampioen van WFL, bij wijze van spreken, even tegen de kampioen van Glory gaat vechten. Nee. Dat is wel jammer. Dat is wel zonde. Ik vind dat heel jammer. Er zijn daar een plukje goede vechters. Bij Glory pluk je goede vechters. Bij WFL pluk je goede vechters. Bij Fusion pluk je goede vechters. Maar ze komen niet bij elkaar. Nee. En ja, dat is jammer. Politiek allemaal. Heren, ik wil u ontzettend bedanken voor jullie komst naar de studio. Graag. Fantastisch dat jullie de verhalen met ons willen delen. Dingen die we nog niet wisten. En behind the scenes en mooie oude beelden. Sowieso bedankt voor jullie komst. En ja, wat kan ik zeggen? Dit was weer een super gezellige en leuke aflevering van The Punch. En voor meer informatie, check even de website. En we zien je graag bij een volgende aflevering. Tot dan.